We praten met Alice van Leeuwen van Lucardi Juweliers. Jullie zijn hard bezig met conversieoptimalisatie, data gedreven. Vertel eens. Ja, klopt. Conversieoptimalisatie is voor ons heel belangrijk. Het is een manier waarop we constant de nieuwe bezoekers die we trekken meer omzet laten maken. En we zijn daar nu een jaar of twee mee bezig en pakken elke keer weer nieuwe stappen om daarin door te ontwikkelen. En zie je de conversie ook stijgen in die twee jaar? Ja, absoluut. We zien daar zeker verschil in. Van wat naar wat? Van wat naar wat? Die weet ik niet uit mijn hoofd zo in één keer. Maar we zitten nu op zo'n 2%. En dat is van PDP naar bedankt? Nee, dus algemeen. Okay. Overal. En jullie zijn daarin data gedreven. Daar begint het dan mee, hè? Wat voor data bekijk je dan en hoe ga je daarmee om? We kijken bijvoorbeeld data in het bestelproces. Dus in welke stap van het bestelproces valt een klant uit. Maar we kijken ook naar welke devices ze gebruiken, want mobiel is de helft van ons omzet. En als er op mobiel een grote stap veel uitvalt, dan heeft dat veel meer impact als we daar wijzigingen gaan doorvoeren dan op desktop bijvoorbeeld. Dus we kijken op die manier waar we aan de gang kunnen. Hoeveel procent mobiel hebben jullie dan? Meer dan 50%. En ook van de sales? Van de sales, ja. Ja. Cool. Ja. En jullie kijken ook naar welke velden ze uitvallen? De velden nog niet, maar wel echte stappen. Dus we gaan wel dieper daarin. Op dit moment is het bij het gegevens invullen of winkelmand gegevens invullen, bij het betaalproces, bij het verzendproces, et cetera. Heatmaps en zo? Heatmaps doen we ook, ja. En dan? Dan verzin je een AB? Ja, nou, we hebben daar een online bureau voor die de AB's verzint. We prioriteren samen en maken de hypotheses samen. En vervolgens gaan we analyseren wat er gebeurt. Eerst veel data verzamelen, analyseren wat er gebeurt. En daarop wijzigingen door gaan voeren. En soms kom je erachter dat het hele goede ideeën waren die we hadden. Maar we hebben ook wel eens gehad dat het eigenlijk een negatief effect had als we het in één keer zo door zouden voeren. En dan had het echt nog wat aanpassingen nodig. Dat is leuk. Wat was een idee wat jij verrassend vond dat het werkte of verrassend vond dat het niet werkte? Nou, dat het niet werkte. We hadden een tip in de winkelmand. Als jij nog zoveel besteedt, krijg je gratis verzending. We dachten, dat is een leuke drempel of een leuke manier om te laten zien van, joh, nog heel even gratis verzending. Voor een hogere orderwaarde? Ja, om een hogere orderwaarde. Maar we zagen eigenlijk dat als ze nog meer dan 16 euro moesten besteden, dat ze eigenlijk dachten, verzendkosten, dat maakt eigenlijk een grotere drempel. En het moet nog zoveel besteden om daar af te gaan, dat ze eigenlijk eerder afhaakten dan dat ze meer gingen bestellen. Dus we hebben echt die drempel of die tip laten nog maar zien bij alleen 0 tot 10 euro of 0 tot 15 euro. En dan heeft het een heel positief effect. Maar als je hem bij hogere bedragen laat zien, dan niet. Terwijl als we dat niet hadden AB getest, dan hadden we dat eigenlijk altijd laten zien. Leuk. Nog zo'n voorbeeld? Kom ik even niet zo snel op. Een echt verrassend voorbeeld, zei je. Ja. Een echt verrassend voorbeeld. Nou, ook dat iconen echt niet heel erg duidelijk zijn, bijvoorbeeld. Altijd niet? Of dat sommige iconen niet werken? Nou, altijd niet wil ik niet zeggen, maar het heeft altijd wel een invloed op. Dat als je dat duidelijker maakt met tekst, dat het altijd een positief effect heeft. Dat heeft met het hamburgermenu op een mobiele website te maken, maar ook een kruisje dat we hebben staan in de winkelwagen om een product te verwijderen. Zelfs dus een hamburgermenu moet menu onderstaan en een kruisje moet close onderstaan of zo? Ja, verwijderen in dit geval. En dan maakt het veel duidelijker voor een grote groep. In ieder geval bij onze klanten maakt het duidelijker wat dat icoontje betekent. Wat is je droom? Hoe wil je dit volgend jaar gaan doen? Nou, we willen nog grote stappen gaan maken. We gaan onze hele checkout op de schop nemen om een meer multichannel te maken. Zodat we de klant echt helemaal door dat proces begeleiden. En dat er eigenlijk geen reden meer is om uit te stappen. Dus dat is een groot project, een belangrijk project. Maar daar heb ik wel heel veel zin in om dat aan te gaan pakken. Wat is je e-commerce software? Sorry, wat zeg je? Wat voor e-commerce software hebben jullie? Ik weet niet wat je bedoelt. Wat voor software zit die checkout in? Oh nee, wij hebben eigenlijk een eigen ontwikkeld systeem door Nativity. Dus dat is een eigen systeem. Ze werken niet met een Magento of iets dergelijks. Okay. Dus de stappen helemaal omgooien of een single step checkout maken, dat is dan lastiger AB'en, toch? Nou ja, omdat we alles zelf ontwikkelen, kunnen we dat dus wel AB'en. Maar dat is wel een hele intensieve. Dat is wel een hele ingewikkelde. Dus we zullen echt waarschijnlijk mensen vanaf het begin van de website al door moeten sturen naar de ene website of de andere. Het is niet een element dat je verandert, maar je gaat eigenlijk twee websites hanteren om dit te gaan meten. En die moet je helemaal bouwen dan? Ja, dus het is een complexe, maar wel ook een hele leuke. Want ik denk dat we hier veel effect mee kunnen bereiken. Heb je een tip voor andere webshophouders?
Nou ja, wat wij ook doen is dat we ons niet alleen maar op pagina-templates focussen, maar dat we ook echt kijken naar de persona's die wij hebben, de klantreizen die ze maken en daar het proces op aanpassen, zodat je echt op hen inspeelt. Dat is een tip wat ik die kan geven. Leuk, dankjewel.